Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 19 oktober van weerplaza. Vandaag blijft het droog en het weer is nog onder invloed van een hoge drukgebied in onze omgeving. De temperatuur die stijgt vanochtend naar 7 tot 11 graden en de wind waait vanuit het noordoosten. De zon die schijnt geregeld en ook vanmiddag is de zon vaak te zien tussen de wolkenvelden door. Met 14 graden in het noorden van het land tot 17 graden. In het zuiden is het nog een aangename herfstdag. Vanavond is het vrij helder en blijft het droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En vannacht wordt het koud met lokaal vorst aan de grond. Morgen zijn er in de vroege ochtenduren een paar misbanken mogelijk. Verder schijnt de zon geregeld en wordt het in de middag opnieuw 14 tot 16 graden. En de wind houdt het rustig. Zondag is ook nog een fraaie najaarsdag met veel zonneschijn en smiddags 16 graden bij niet al te veel wind. Vanaf maandag wordt het wisselvalliger, gaat het flink waaien en is de kans op regen groot. En ook gaat de temperatuur naar beneden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.